Goedemiddag. Bij mij staat Lutgard Janssens. En Lutgard, jij hebt iets gedaan voor de warmste week ook deze week. Kun je dat eens wat meer toelichten? Ja, ik heb mandala-kaarten verkocht. Mandala-kaarten die door mijn schoonzusje Lieve Verhelst zijn ontworpen en ingekleurd. En aan elke kaart werkt ze 2 dagen, dus dat zijn echt kunstwerkjes. En wij waren geëngageerd voor de warmste week, omdat de opbrengst dit jaar gaat naar het Berrefonds. Dat is dus een fonds dat zorgt voor mensen waarvan het kindje sterft tijdens de zwangerschap of kort of na de geboorte. En ik zelf, omdat ook een deelte van de opbrengst gaat naar de vijver. En die zorgen ervoor dat onze jongste zoon begeleid kan wonen. En wij vonden dat dus de moeite waard. Dus ik heb 60 kaarten verkocht, ik heb er nog 5 over. En onze actie is uitgeroepen door de warmste week als actie van de stad Mortsel. Oké, want jullie hebben de VRT ook, jullie komen filmen. Ja, vorige zaterdag zijn die komen opnames maken en ik vond dat leuk. Omdat je de presentatoren van de warmste week eens leert kennen. Hè? Ja, inderdaad. En gaan jullie zelf het bedrag afgeven bij de warmste week? En hoeveel heeft het opgebracht eigenlijk? Het heeft dus €300 opgebracht, want we hebben 60 kaarten verkocht. En ik ga het overschrijven, want ik raak niet in Brugge deze keer. Nee. En je zegt, je zus die werkt er 2 dagen aan. Voor wat is ze er eigenlijk ooit mee begonnen? Zij is heel creatief, ondanks dat ze al een eind in de 80 is. Maar zij kan heel mooi tekenen. En op een bepaald moment is ze cursussen gaan volgen voor mandala tekenen. Ja, okay. En dat is het resultaat. Ja. En het strafste is, ze heeft er al heel veel gemaakt. Ze maakt nooit dezelfde mandala, klopt dat? Daar maakt ze een punt van dat ze nooit 2 keer dezelfde kaart maakt. Dus je hebt altijd een uniek stukje. Ja. Oké, Lutgard, hartelijk dank. En het is een heel tof initiatief dat jullie doen. En tot de volgende gelegenheid. Oké, bedankt. Graag gedaan.